Ja, Jong Aga, nog steeds hier. Ik ben nog steeds samen met Sanji en met Sandeep. Sandeep heeft geen microfoon momenteel, maar nu weer wel. Hallo Sandeep. Yo, what up? Hoe maak jij het vandaag? Ik maak het goed, man. Met jou? Ja, met mij gaat alles goed. We zijn niet alleen in de studio. We hadden natuurlijk een tijdje terug hadden we een aantal gasten op bezoek. Confi. Weet jullie er nog? Confi. Confi, yes. Yes. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ja? Ja. Hoe goed? Zo goed dat ik het je kan vertellen. Leg uit. Hoe zag die meneer er ook alweer uit? Donker getint. Kalend met een baardje. Kalend of vrijwillig kaal? Kaal. Gewoon kaal. Oké. Ja, inderdaad. De mannen zijn er weer, maar ze zijn niet alleen. Ze hebben een aantal pupillen meegenomen. Zeg ik dat goed? Ja. Pupillen, ja? En dat was de afspraak inderdaad. Jij zou terugkomen met wat gezelligheid. En dat heb je bij deze heb je dat gedaan. Ja, hoor je mij goed? Ik hoor jou beter dan mijn lief is. Yes. Wie heb je meegenomen? Nou, we hebben hier Devika. Mm-hmm. En aan de linkerkant Don. En tegenover mij hebben we Anjali. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En die nemen allemaal deel aan het programma? Ja, ze nemen deel aan het programma. Ze zijn een van de 11 jongeren die meedoen nu op dit moment. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En waarom heb je speciaal deze 3 meegenomen? Waarom heb ik ze meegenomen? Nou, ze hebben allemaal iets moois te vertellen. Ze hebben allemaal een eigen ontwikkeling ondergaan. Oké. Okay. Wat best wel inspirerend is. Uh-huh. En zij waren ook degene die zegt van... ik wil wel graag in de uitzending. Dus, oké. Okay. Nou maak je mij nieuwsgierig. Ik kan zeggen, maar diep van binnen weet ik wel dat ze het heel leuk gaan vinden. Vandaar dat ik ze ook heb meegenomen. En ook voor een stukje empowerment voor hunzelf, hè. Een stukje zelfvertrouwen. Dus vandaar. Oké. Ja. Nou, leuk. Ik wil beginnen bij de dame die bij jouw microfoon zit. Devika is dat. Hallo Devika. Kan jij jezelf even je naam, hoe oud ben je en wat heeft jou bij Confi gebracht? Nou, ik ben Devika, ik ben 24 jaar. Mm-hmm. En ik wil graag een studie gaan oppakken weer. Oké. Okay. En mezelf ontwikkelen, dus vandaar dat ik me heb aangemeld. Welke richting wil je op? Ik denk facility management. Oké. Okay. Ik hoor je zeggen, je wilt weer je studie oppakken, dus je bent gestopt hiervoor? Ja, dat klopt. En kan je daar wat over vertellen misschien? Ik had problemen met mezelf, mijn gezondheid, veel geworsteld met mezelf. En daar ben ik nu overheen, dus... Even heel brutaal. Gezondheid, ik zie niks aan je. Wat was er mis? Nee, dat is ook de bedoeling. En ik ben ook weer gewoon gezond. Oké. Okay. Dus vandaar dat ik het weer probeer op te pakken nu. Het is belangrijk dat je er weer bovenop bent gekomen. Ja, dat lijkt mij inderdaad. Ja, en ik zie zo ook bijvoorbeeld staan dat je... verschillende workshops heb gekregen. Bijvoorbeeld 1-op-1 begeleiding. En ga je dan ook echt in op wat er toen is gebeurd? Of hoe moet dat voor me zien? Je hoeft niet per se daarover te vertellen, maar wat doe je dan tijdens zo'n gesprek? Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Ja, hoe gaat dat dan? Nou ja, Dervin die begeleidt me heel erg daarin. En die is heel erg gericht op wat ik wil doen nu. En dus daar hebben we het over open dagen, bezoeken en opleidingen die bij me passen. Dat soort dingen eigenlijk. Dus er is echt een persoonlijk traject voor jou uitgestippeld. Ja. En je krijgt een andere behandeling dan bijvoorbeeld die jongen die links van jou zit. Ja, daarom hebben we 1-op-1 sessies, want iedereen heeft een andere doel, zeg maar. Ja, helder, helder. En die jongen die naast jou zit, wat is jouw naam? Mijn naam is Don, ik ben 25 jaar. En de reden eigenlijk waarom ik bij Confi ben gegaan is... Ik was even de draad kwijt in het leven. Ik wist niet echt wat ik wilde. Ja. Maar dankzij deze cursus weet ik nu wel echt wat ik wil. In ieder geval welke kant je op wil. Ja, man. En wat wil je gaan doen? Eigen onderneming starten, gericht op muziek, film, fotografie. Oh, kijk. Oh, interessant. Dus eigenlijk gewoon de hele entertainment business wil je opgaan. Ja, toch ook wanneer die handel. Media. Oké. En wat biedt Confi jou wat je voorheen miste? Structuur. Dat is echt 1. En duidelijkheid. En ook meer inzicht in wat ik echt wil. Oké. En hoe ik dat wil aanpakken. Ja. En hoe ik dat wil aanpakken. Goed.
Ja, tof. Ik zie ook pizza-sessies. Hebben jullie al een pizza-sessie gehad daar? Ja, klopt. Ja, hè? Van de week was dat volgens mij. Want wat moet nou zo'n pizza-sessie voorstellen? Dat jullie allemaal samenkomen. Jij vertelt over wat jij wil doen. En jij vertelt bijvoorbeeld over je muziek. En jullie eten gewoon lekker pizza met elkaar. Gewoon lekker chillen. Of hoe zit dat? Want als ja, dat zo is, dan moet ik me ook maar eens gaan aanmelden. Ja. Dat was wel gelijk, was wel meteen op. Oh, oké. Okay. En, Oh, je hebt van die pizza-sessies, ja. Ja, waar het eigenlijk op neerkomt is, je gaat gewoon met mensen in gesprek. Je hebt zeg maar een aantal vragen. Je stelt per vraag heb je, wat was dat, 6 minuten? Ja, 6 minuten heb je, per vraag heb je 6 minuten. Yes, en dan ga je zeg maar uitleggen waar die vraag over gaat. Een voorbeeld is, wat wil je als kind worden? Bij mij was het acteur. Kijk, daar hebben we wat gemeen. Alleen ik een actrice, hè? Geen acteur, hè? Voor de duidelijkheid. Maar was wel een interessante sessie. Ik moet wel erbij zeggen, ze worden dan gekoppeld aan werkgevers. En de werkgevers moeten die vragen ook beantwoorden. Dus zo ontstaat er een soort van mutual understanding. Understanding, oh, nice. Yes. Nice. De jongeren en de werkgevers. Ja. Vet hoor. Zeker, dat helpt. En er is nog een dame. Dat klopt, ja. Ik zie je bijna niet boven mijn scherm uit, want je bent, je bent niet zo heel groot van stuk. Maar dat hoeft niks te zeggen over je persoonlijkheid. Vertel, hoe oud ben je, hoe heet je? Ik ben Angeli en ik ben 25 jaar. Oké. Okay. En Confi, waarom? Voor de pizza? Onder andere. Het is een heel apart verhaal eigenlijk. Want ik was afgestudeerd in februari als social worker. Mm-hmm. En ik zocht eigenlijk een werkervaringsplek als coach. Mm-hmm. En toen ben ik Dervin tegengekomen op Facebook. Ik heb hem benaderd en we hebben een gesprek gehad. En dat verliep eigenlijk allemaal heel goed. En toen dacht ik opeens van, nou, misschien is het toch wel tijd. Of is het toch wel beter om op zoek te gaan naar een betaalde baan. Want je bent namelijk afgestudeerd en je wilt eigenlijk betaald krijgen. Dat is inderdaad wel een essentieel onderdeel. Ja, dat heb ik toen gedaan en is het niet gelukt, helaas. Okay. Een paar maanden lang. En toen heb ik toch met alle moed weer Dervin benaderd voor een nog kans eigenlijk. Mm-hmm. En hij zei, nou, is goed. Maar misschien is het ook wel een goed idee om ook deel te nemen. Dus naast ervaring opdoen als coach, ook deelnemen als deelnemer. En zo ben ik eigenlijk terechtgekomen. Want zo word je wel een beetje ervaringsdeskundige als je de andere kant ook meekrijgt natuurlijk. Ja, precies. Dus dat ben je nu aan het doen? Dat ben ik aan het doen, ja. En hoe vindt Dervin dat gaan tot nu toe? Ja, dat laat ik aan Dervin over. Ja. Ik keek ook al een beetje in mijn ooghoeken naar hem. Hoe vind jij haar ontwikkelingen? Heel goed. Ze is eigenlijk heel, vanaf het begin was ze eigenlijk een beetje echt bescheiden, weet je. Heel netjes en alles moet zo volgens onze planning. En nu ziet ze eigenlijk, heeft ze eigenlijk door hoe de praktijk een beetje werkt. Ja. En dat is eigenlijk ook wat werkgevers nou op zoek zijn. Die jongeren die wat lef kunnen tonen, zeg maar. Ja. Nieuwsgierig assertief. Zijn. Ja, assertief inderdaad. Ja. En die hun mannetje kunnen staan. En dat is wat zij heeft geleerd eigenlijk. Dat ze echt een heel groei door heeft gemaakt. En je ziet het ook aan haar de manier van doen. Mm-hmm. Hoe ze overkomt. Ja, dat is echt een stuk vooruit gegaan. Dus mijn complimenten voor Antje. Ja, goed om te horen. Ja, ja, top. Ja. Leuk. En het is gewoon terug te luisteren dit op de website. Dus iedereen is getuige dat dit is gezegd. Ja. Hupsakee. Yes. Hey jongens, wij gaan zo nog even verder babbelen, lijkt mij. Maar we hebben natuurlijk ook nog geweldige muziek klaarstaan. Sterker nog, er staat een meneer op de deur te kloppen. Ik ken hem zelf als Post Malone. En hij is een rockster, voor zover ik heb begrepen. Het was niet Post Malone. Die hou je nog van mij te goed. Dat was even een ander nummertje tussendoor. Ja, dat is spanning, Ibo. Ja, we houden het altijd spannend, jongens. Jong Aga. Nou, lachen. Ja, we zijn nog steeds in de studio. Inmiddels nog steeds met de jeugd van Confi. Hoe is het met jullie? Jong Aga. Oké, okay. Ja. 92-0. Ja.
Okay, nou, ik weet wel wie je prutser van de week is, hoor. Oké. Ik ga hem zo meteen op mezelf zetten, want ik heb hem verdiend. Ja, we gaan het daar zo meteen verder over hebben. Wie de prutser van de week verdient, Ibo. Het gaat even tussen jou en mij op dit moment, want dat is niet normaal. Echt, hè. Maar inderdaad, de jongeren zitten hier nog. Ze zitten er nog steeds. Ja. En ik kan, we hadden het even over workshops. Ik kan zelf ook nog wel een workshop radio DJ zijn gebruiken. Maar jullie hebben hier een aantal andere workshops. Ik zie hier mindmap sessies, pep talks. Maar herken wat mij... je kleuren? Ja, die pakte dus echt mijn nieuwsgierigheid. Herken je kleuren? Wat is dat? Is dat een soort discriminatie-achtig iets? Waar moet ik aan denken? Huh? Nou, ik zal het wel even kort introduceren en dan mogen de andere jongens vertellen. Yes. Maar herkenning kleuren is eigenlijk het ontdekken van je persoonlijkheidstype. Uh-huh. Dus het zijn allemaal verschillende kleuren. Yes. Rood, groen, blauw en geel. En die kleuren representeren een bepaald gedrag. Okay. Identiteit, zeg maar. En ja, daar komen ze achter welke kleurstijl ze hebben. Mm-hmm. Maar ook in welke bedrijfscultuur zij passen. Je hebt verschillende bedrijfsculturen, wat open zijn, waar je bepaalde competenties voor nodig hebt. Zuiver. En die zijn dan te linken aan een kleur. Ja. En Devika gaat nu vertellen wat voor kleur zij heeft en wat de eigenschappen daarvan zijn. Oké, ik ben benieuwd. Nou, ik was de kleur groen. Groen? Ja, nice. Groen. Ik zie ook wel eens groen. En wat houdt groen in? Wat houdt groen in? Wat maakt jou groen? Groen was het ontdekken. Mm-hmm. Vanuit emotie en meer... Je hebt een bepaalde visie. Ja, een bepaalde visie. Dingen. Sorry hoor, ik moest even nadenken. Ja, ja. Nee, dat effect heb ik vaker op mensen hoor. Die staan vaak perplex door mijn schoonheid. Dus trek het je niet aan. Nou, dat zal het wel zijn. Ja. Hey, steek maar in je zak. I know. Ga verder. Nee, op dit moment weet ik het even niet. Maar Angelie had dezelfde kleur. Dus misschien dat je mij kan helpen. Ja? Ja, volgens mij was groen het hebben van een visie meestal. Mensen met een groene kleur hebben vaak visie. Zijn ook vaak leiders. Mm-hmm. Dus, zijn vaak handelen uit emotie, geloof ik. Ja, zitten vaak in een emotie. Oké, maar dat is heel... Ik ben criticus nummer 1, hoor. Mm-hmm. Handelen uit emotie en leiderscapaciteiten. Ik vind dat een beetje vloeken. Ja. Ja, daar heb je wel gelijk in. Handelen uit emotie. Nou ja, wat eigenlijk is handelen uit emotie is dat je... Tuurlijk, je gebruikt ook je hoofd, maar zij doen het meer vanuit hun emotie, zeg maar. Uh-huh. Dus ze hebben als er wat gebeurt, stel je voor, iemand heeft wat vervelends gezegd. Ja. Kan dan bijvoorbeeld een rode type, die kan het gewoon aan. Omdat die houdt wel van een beetje competitie en een beetje strijd. Yes. Dus een beetje dominant. Een beetje wrijving. Ja, een beetje wrijving. Die krijgt daar energie van. Ja. En een visionair, die wordt snel op zijn teentjes getrapt, omdat hij een bepaalde visie heeft. En dat moet zo gebeuren, zeg maar. I get it. Dus dat is eigenlijk een beetje groen. En dat zijn ook meer de mensen die... houden van opkomen voor belangen. Zo iemand die voor Greenpeace of UNICEF... dat zijn de mensen die in het groene eilandje, zeg maar... Wat ben je zelf voor kleur? Eigenlijk net als Don was ik vroeger een beetje groen. Groene kleur. En dat ben ik nu nog steeds. Maar eigenlijk nu omvat ik eigenlijk alle kleuren. Dus groen, een beetje geel. Ik hou van een beetje grappen, een beetje dolle. Maar ik ben ook een creatief persoon. Dat is het gele persoon, hè. Een groot netwerk hebben... En ook een beetje rood. Dus ik kan soms ook wel een beetje van controle houden. Mm-hmm. En ik wil altijd wel een beetje leiding geven, zeg maar. En dan heb je ook het blauwe. Dat is echt de persoon die van statistieken en feiten houdt, zeg maar. Ja. Onderbouwen. Je moet kunnen onderbouwen waarom je iets doet. Ja, dus eigenlijk met de tijd ben ik me in alle vier wel een beetje gaan ontwikkelen. Dus ik was wel altijd een beetje groen en een beetje geel. En later ben ik blauw en ook een beetje rood geworden. Heb ik wel een gelijke vraagje. Wat is eigenlijk de meest voorkomende kleur? Dat is een goeie, dat is groen. Opvallend genoeg is dat. Groen, ja. En zowel van bedrijven als van deze jongen? Ja, klopt. Zoals in het bedrijfsleven, westerse maatschappij, is groen eigenlijk de meest voorkomende kleur. En het minste is rood. Hmm. En
Dus dat is wel heel erg opvallend. 10% is dat volgens mij. Mm-hmm. En 40% is groen. Zo. Ja. Oké. Voordat ik het vergeet, jongeman. Wat was jouw kleur? Yes, mijn kleur was, zoals Dervin al zei, vroeger was het eigenlijk groen. Maar nu is het eigenlijk meer geel en rood. Ik hou van humor. Zoals Dervin ook zei, geel is ook... wat was het nog meer? creatief, die houdt van... bijvoorbeeld muziek maken. Op de voorgrond staan. Ja. En wat was het nog meer? Samenwerken. Samenwerken, groot netwerk. Groot netwerk, zeker. En het rode, meer leidinggevend, weten wat je wil. Kort van stof. Soms kunnen directe mensen die willen niet. Dat zijn rode mensen. Mm. Als je 's morgens komt op de werkvloer, hebben ze geen zin van hoe was het, wat heb je gisteren gedaan. Zeggen ze gewoon, hoe gaat het? En that's it. Helder. En later komen ze op gang. Maar in de ochtend is het echt silence gewoon. Helder. Ja. Jij bent een beetje een soort sensei, hè, jij, voor deze jongeren. Ja, ik zie het wel. En inderdaad, ik zie ook wel dat jij meerdere van die eigenschappen beheerst. En ik denk dat je dat goed reflecteert op die jongeren. Ja, ik doe mijn best. Als jullie Dervin moeten beschrijven in één woord, jullie hebben alle drie één woord. Wie gaat als eerst? Ik kijk naar jou. Ik kijk naar jou. Als iemand anders zo'n woord heeft, roep het maar. Ja, kom erop. Inspireren. Dope. En ik die lag op het puntje van mijn tong. Dus wij zitten op één lijn. Ja, ik vind het eigenlijk ook inspirerend. Maar ook begripvol. Hey, begripvol. Hebben we de volgende. Yes. Ik vind creatief. Creatief, inspirerend, begripvol. Ja. Ik bedoel, van wie kan je dat beter horen dan van je eigen mensen? Ja. Toch? Ja, dat is zeker. Dus dank, bedankt. En we hebben ook nog Lea hier. Dat zou ook nog... Lea, ben je er? Nee. Nou ja, Lea, ik wil in ieder geval Lea credit geven voor wat ze doet en begeleiding. Want zij is ook iemand die heel goed begeleidt. Uh-huh. En... ze is heel wijs, heel veel ervaring. Dus ik wil Lea graag credit geven voor wat zij doet. En zij is vaak op de achtergrond. Maar mm-hmm. Zij betekent heel veel voor ons. Dus, dat even een applausje. Yes. En hoe lang duurt het traject nog? Nog 2 maanden. Nog 2 maanden. En dan weet je wat, aan het eind, als het helemaal klaar is... dan wil ik gewoon eigenlijk deze 3 tracks zien. Gaan we weer chillen. En wil ik kijken gewoon, weet je wel... hebben jullie nu gewoon stappen gemaakt zoals jullie dat voor ogen hebben? Deal? Ja, is goed. Lekker. Top, gaan misschien we doen. Nog de pizza meenemen. Oh. Ja. Zonder pizza komen jullie er niet in volgende keer. Want toch heel de tijd dat lekker gemaakt met pizza... en dan hier zonder pizza komen. Ja, ik vind dat een beetje apart. Voor de rest vind ik jullie wel heel lief. Ja. In ieder geval, nou... Ja? Hey, jullie hebben nog wat van mij te goed, hè? Ja. Jullie weten het niet? Niet? Nee? Muziek! Van Post Malone.